Een groot gebied met bewolking trekt vandaag over ons land en daar hebben we ook morgen nog grotendeels mee te maken. Uit die bewolking valt nu en dan ook wat regen en vooral vanochtend is het op veel plaatsen nat. De temperaturen tussen de 13 en de 15 graden en er waait een stevige zuiden- tot zuidwestenwind. Matig tot vrij krachtig boven land tot soms hard aan zee. Die wind die neemt in de loop van de dag verder in kracht toe en kan aan zee uiteindelijk stormachtig worden met kans op zware windstoten. De regen die gaat zich vooral concentreren op het noordwesten van het land, lokaal valt veel neerslag. Maar de temperatuur die blijft op de meeste plaatsen steken op zo'n 15 of 16 graden. Vanavond is het dan in het zuidoosten droog, mogelijk ook met wel opklaringen. In het noordwesten van het land blijft het nat en dat blijft het eigenlijk ook morgen een groot deel van de dag zo. Dan wel grote verschillen in temperatuur. In de regen wordt het maximaal 11 tot 13 graden, terwijl het in het droge zuidoosten met af en toe wat zon misschien zelfs 19 graden kan worden. Zondag worden veel plaatsen een warme dag met dan temperaturen tussen de 19 en lokaal 24 graden. Wel vallen er in de loop van de dag verspreid een aantal buien, mogelijk ook met een klap onweer. Na het weekend gaat de temperatuur weer een stukje omlaag. Zien we af en toe de zon, maar kunnen er ook nog steeds een aantal buien vallen.